Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar mijn procesvideo van week 11 van 2017. Ik heb de spread weer klaargemaakt, 12 bij 12, in de Project Live app. Ik gebruik altijd design E of A in het Nederlands. En ik maak de hele spread klaar in de Project Live app. En die print ik zo uit op mijn A3 Plus printer. Op mat fotopapier. En dan print ik het uit en dan snijd ik het nog eventjes. Die 4x6 kaartjes die laat ik gewoon, of de 2x 3x4 kaartjes die laat ik op een 4x6 kaartje foto zitten, zeg maar. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dus die hoef ik niet meer te snijden. Dus mijn proces wordt steeds makkelijker, moet ik zeggen. Ik heb wel mijn, je ziet hier een bakje met van alles en nog wat erin zit. Ik had mijn, ja hoe noem je dat? Het is van alles gewoon, mijn embellishments gewoon zeg maar. Maar er zit van alles in, stickertjes en labeltjes. Maar ook af en toe zit er een lintje tussendoor of zo. En dat is gewoon alles wat ik door de jaren heen verzameld heb. Ook heel veel knipvelletjes en zo. Die had ik in zakjes zitten, dan wel op kleur gesorteerd. Maar dan ook nog had ik apart labels. En pijlen volgens mij was dan één categorie. En dan teksten was een categorie. En overige was een categorie. Maar ik merkte toch dat ik de laatste tijd toch niet snel daar naartoe greep naar mijn embellishments. En als ik er al als ik een zakje erbij pakte, dan keek ik er even heel snel doorheen. Maar het was best wel moeilijk zoeken in zo'n zakje. Dus dan ja, ik ben altijd wel van het een beetje snel dingen kunnen pakken en zo. En ik denk dat veel mensen dat wel hebben als het buiten bereik staat of het is lastig te pakken, dan ben je toch geneigd om het met rust te laten. En ik wilde toch eigenlijk wel, ja, die stage, daar wil ik toch wel een keer doorheen. Er komen alleen maar nieuwe dingen bij en als de oude allemaal maar blijven liggen, dan ja, vind ik ook niet fijn. Dus heb ik besloten om het weer anders te organiseren. En heb ik het allemaal in bakjes gedaan en probeer ik toch wat meer daaruit weer te gaan werken. Hoewel ik natuurlijk ook wel nieuwe dingen blijf maken. Voor deze spread had ik dat niet gedaan en dat merkte ik ook wel. Want ik had sowieso niet zo goed aan gedacht. Ik heb weer een spread met geel en roze. En dat had ik volgens mij 2 weken geleden of zo ook al. En ik probeer altijd wel wat meer af te wisselen eigenlijk tussen kleuren of kleursamenstellingen. Oh, even tussendoor. Dit is mijn nieuwe pons van Fiskars. Een pijlpons. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind het alleen jammer dat die pijl, die staat er dan net... of je moet hem zeg maar schuin ponsen. Dus dat is soms een beetje lastig om als je papierbesparend wil werken. Wat ik altijd wel belangrijk vind. En dan kan dat soms wel een beetje lastig zijn. Maar voor de rest ben ik er heel blij mee. En hij staat ook nog in de... Oh nee, ik moet hem nog in de webwinkel zetten. Maar misschien als jij dit filmpje kijkt, dat hij inmiddels wel al online staat. Want ik denk dat wel meer mensen blij zullen zijn met een pijlpons. Want die zijn om de een of andere reden niet zo heel makkelijk aan te komen. Sorry hoor. Nou ben ik nog eigenlijk wel op zoek naar nog een pijlpons die een stukje kleiner is. Dan zou ik helemaal tevreden zijn. Maar ja, zoals ik al zei, is dat niet zo makkelijk. Maar... wat ik net aan het vertellen was, ik heb dus roze en geel. En ik bedacht me dat de week hierna is mijn dochter jarig. En dan zal ik waarschijnlijk ook al heel veel roze gaan gebruiken. Dus ik wilde eigenlijk helemaal niet zoveel roze in deze spread hebben. Maar dat is natuurlijk wel lastig als je als kaartjes, als basiskleur roze gekozen hebt. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk mijn overige decoratie geel te houden. Maar ik kwam er ook snel achter dat ik niet zo heel veel geel heb. Dus... niet eens een leuk, of heel weinig papier. Ik denk altijd van papier vind ik dan toch wel, want daar heb ik zo'n stapel van. Dat ik denk dat ik eigenlijk in alle kleuren wel heb, maar in geel valt daar dus eigenlijk tegen. En qua embellishments was het ook niet zo heel veel. Dus het was een beetje roeien met de riemen die ik had, zeg maar. Uiteindelijk is het wel gelukt. Alleen ik kom er wel bij het weekkaartje al achter dat ik toch... ja, alleen geel vind ik dan toch wel heel saai worden. Zeker, het kan wel, maar dan moet er in de rest van de spread ook alleen geel zijn.
Maar omdat in de rest van de spread best wel dus wat rolls terugkomt, ja, dan moet dat voor de balans, vind ik, ook gewoon bijvoorbeeld in het weekkaartje terugkomen. Dus ik doe een paar roze details erbij. Maar ik probeer het overwegend gele te houden. Ja, en daar links zie je dus zo'n bakje staan. Die bakjes heb ik al heel lang. Ik weet niet meer waar ik ze vandaan heb. Maar ze zijn wel heel fijn. Want die kun je. Die zijn in verschillende hoogtes, zeg maar. Dus ik heb dan de zwart, wit, grijze embellishments bijvoorbeeld in een hogere bak zitten. Omdat ik daar wat meer van heb. Maar de roze en de gele dus heb ik niet zoveel. Dus dat kan dan in een lagere bakje. En die kun je heel fijn stapelen en ook aan elkaar klikken. Dus die zijn qua formaat eigenlijk wel fijn. En het is zo ook veel fijner zoeken als het gewoon in zo'n bakje ligt dan wanneer het in een zakje zit. Dus zo blijven we reorganiseren. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dat doe ik wel geregeld. Weer eventjes mijn hobbyruimte reorganiseren en kijken hoe ik het allemaal voor mezelf nog iets praktischer en efficiënter kan maken. En daar kan ik ook best een hele avond mee bezig zijn. Dat is, vind ik ook gewoon leuk om te doen eigenlijk. En dan vooral lekker handige mandjes erbij en bakjes. Altijd leuk. Inmiddels ben ik bijna klaar met het weekkaartje. Ik moet zeggen dat deze spread verder best wel snel. Heb ik best wel snel in elkaar kunnen zetten. Zeker dadelijk de rechter pagina, zeg maar. Of de rechter layout, die zul je zien dat die lekker snel gaat. En dat is altijd fijn. Ik merk wel dat ik natuurlijk al mijn foto's full pocket print. Dat betekent dat ik de hele pocket gebruik, zeg maar, voor een foto. Dan valt er ook gewoon niet altijd meer heel veel te embellishen. Omdat de pocket is eigenlijk al gevuld door de foto. Kun je er nog wel iets kleins bij plakken. Maar dan houdt het meestal wel op. En voor de kaartjes, ja, die zijn natuurlijk ook kant en klaar. Dus daar hoef je in principe ook niet zoveel meer mee te doen. Dat is op zich wel. Dat werkt heel snel. Dus als je op zoek bent naar een snel proces, dan is dat heel fijn. En ik vind het zelf ook wel mooi hoor. Gewoon de volledige foto's. Maar ik merk wel dat je daardoor minder aan het. Minder het gevoel hebt dat je echt bezig bent met mini-layouts allemaal, zeg maar. Als je een foto hebt die kleiner is dan de pocket, dan kun je toch kijken of dat je er nog iets achter steekt. Of kun je er nog een leuk patroon-design papiertje bij uitzoeken. Dus dan ben je toch iets meer met het hobbystukje bezig. Maar ja, dan ben je natuurlijk ook veel langer bezig met een layout. Dus dat is een beetje de keuze die je maakt. Maar zelf mis ik het wel af en toe. Maar daar heb ik het vorige keer ook al over gehad, dat ik besloten heb om wat extra layouts te maken. Bijvoorbeeld van de Efteling en van de verjaardag van mijn dochter. Daar maak ik dan extra spreads van eigenlijk. En daarbij maak ik wel een aantal foto's wat kleiner en zo. Hoewel ik nu, ben ik inmiddels met week 12 bezig in de app. En daar heb ik volgens mij ook een paar fotootjes bij zitten die wat kleiner zijn. Of in ieder geval. Daar heb ik volgens mij vierkante collages gemaakt. En die doe ik dan op een 4x6 kaartje en dan iets kleiner. Zodat die, daar kan ik dan ook lekker iets, een beetje meer decoreren, zeg maar. Ik vind deze kleuren op zich wel heel leuk van deze spread. Want het was deze week echt, week 11, dus echt mooi weer. Eigenlijk voor het eerst echt dat je, nou, dat het op begint te vallen. Dat de bloemetjes overal beginnen te komen. En dat mensen naar buiten gaan. En dat je niet meer altijd je jas aan hoeft en zo. En dat vind ik altijd heerlijk. En velen met mij, denk ik. Dat zie je ook wel aan de mensen dan. Dus ik vond het wel leuk om een lekker vrolijke lentespread te maken. En dat is natuurlijk wel gelukt met roze en geel.
Vandaar ook dat ik op die kleuren uit ben gekomen waarschijnlijk. Ja, het is toch snel roze bij mij, want voorheen had ik daar helemaal niet. Maar omdat ik nou een dochter heb van inmiddels dus 3. Ja, dan ik probeer altijd wel te kijken naar kleuren in foto's. Om daar dan vervolgens de kaartjes en embellishments bij te matchen. Maar een meisje van 3 heeft natuurlijk nogal snel iets roze aan. Of je hebt een roze speelgoed of wat dan ook wat op foto's terugkomt. Ik krijg er ook nog een meisje bij, dus in juni. Dus het zal niet snel een andere kleur gaan worden hier, wat hier overheerst in huis. Dus ja, dan heb je nogal snel dat je, ja, dat je naar roze neigt ook met je kaartjes en je embellishments. Dus daar moet ik wel een beetje rekening mee houden, want ik ben niet van plan om een heel roze album te maken. Want voorheen hield ik eigenlijk helemaal niet zo van roze. Toen mijn dochter geboren werd, toen ik zwanger was in ieder geval, toen hadden we zoveel mogelijk allemaal een beetje neutraal. Omdat ik het niet allemaal roze wilde. En het wordt steeds rozer hier in huis, kan ik je vertellen. Maar ik vind het inmiddels ook wel een mooie kleur. Daar wen je dan dus toch wel aan. Sterker nog, ik denk dat op dit moment, als ik een kleur zou moeten kiezen voor iets, dan is het toch snel roze of mint. Dat vind ik ook heel mooi. En vooral die combinatie ook, roze en mint. Maar goed, dat terzijde. Ik ben inmiddels gewoon bezig met allerlei dingetjes toe te voegen. Dat journaling kaartje, dat heb ik gestempeld. Het was gewoon een vrij leeg kaartje. Er zaten wel deze kaartjes die ik hier heb gebruikt uit de Project Life app. Die komen uit de Dreamy Edition. En daar ook dat journaling kaartje. Maar daar zaten maar heel kleine wat details. Volgens mij wat hexagons of zo stonden daarop. Staan daarop. Maar voor de rest was die vrij kaal, dus heb ik er een journalingkaartje van gemaakt door daar met een rollerstamp een stempeltje te zetten. Die zijn overigens echt super fijn. Die zou ik echt iedereen aanraden, gewoon een aantal rollerstempels. Ik gebruik ze zelf minder dan ik zou willen, omdat ik er niet altijd aan denk. Maar die zijn echt heel makkelijk om gewoon ergens zo even een klein dingetje bij te stempelen. En die lijntjes, die heb ik ook gestempeld met een rollerstamp. Dat is van Becky Higgins, die heeft een rollerstempel. Rollerstamp waar ook die lijntjes op staan. Dus die is, dat is wel leuk om dan zo zelf een paar lijntjes te stempelen en dan je journaling te schrijven. Je kunt daar ook gewoon met een pen lijntjes trekken. Ik vind zelf altijd wel leuk als daar gewoon lekker een beetje uit de losse hand is. Dat geeft juist wel een leuk effect en dan ben je natuurlijk nog sneller klaar. Ik ben alleen wel erg aan het zoeken wat ik daaronder nog kan plakken. Ik vind wel dat er nog iets onder moet. Ook om. Het gaat over de foto links daarvan. Dus ik ben daar wel even aan het kijken. Want dat kan ik niet zo goed vinden. Uiteindelijk pak ik mijn pijlpons er maar weer bij. Maar ik vind eigenlijk dat die pijlen zijn wel best groot. En omdat ik die op het weekkaartje ook al gebruikt heb. Vind ik dan eigenlijk dat die een beetje te snel dan terugkomt. Maar uiteindelijk misstaat het niet, hoor. En ik trek dan om de pijlen een roze lijntje, zodat toch een beetje het roze terugkomt ook. Ja, hier ben ik ook even aan het zoeken. Ik vind dat die collages altijd wel heel leuk. Maar als je dan daar nog wat journaling of zo aan toe wil voegen of een clustertje, dan kan dat soms wel lastig zijn. Van waar moet je die dan plaatsen? Uiteindelijk besluit ik hier gewoon op de foto te gaan schrijven. Omdat daar net boven zit zo'n wit-grijze balk. En dat is eigenlijk een heel mooi plekje om. Daar kan ik heel goed mijn journaling kwijt. Hier ben ik nog even naar mijn alfabetstickers aan het kijken. Ik heb daar een zo'n knipdingetje, daar staat Times op. En daar maak ik. Zet ik dan met alfabetstickers nog good bij, dus dan is het good times. En dan zet ik mijn journaling er, dan heb ik een klein clustertje gemaakt.
Niet mijn allermooiste clustertje, vind ik, maar goed. Straks zie je hem volgens mij ook nog wel van dichtbij. Het ziet er op zich wel leuk uit daar. En toch weer iets uit mijn stash gebruikt. Alfabetstickertjes plak ik altijd zo even op een geodriehoek. Want ja, dan kun je gewoon heel fijn kijken om hoe dat je het moet positioneren, zeg maar. Dat is wel een goede tip. Veel mensen doen dan ook meteen dat ze het dan meteen opplakken vanaf de geodriehoek. Maar dat lukt bij mij om de een of andere reden meestal niet. Dus dat doe ik dan meestal niet. Maar wel om eventjes te meten, pas aan meten van waar kan ik het plakken. En ook gewoon om te kijken of het mooi is natuurlijk. Dan plak ik er nog een hartje bij. Even kijken waar die het mooist is. En dan ben ik volgens mij al klaar met mijn linker helft. Even kijken wat ik ga doen. Oh ja, nu ga ik naar de rechterpagina. Daar heb ik een collage gemaakt met 4 foto's op een 3x4 kaartje. En dan vind ik het altijd wel leuk om dan in het midden iets te plakken. Dus dan ben ik even aan het zoeken wat ik daar kan plakken. Achteraf had ik het wel leuk gevonden als ik daar een foam dotje, pet, onder had geplakt. Dan was het een beetje omhoog gaan staan. Had ik een beetje een driedimensionaal effect kunnen creëren daar. Maar daar heb ik niet aan gedacht, dus zo is het ook goed. Doe ik trouwens sowieso ook wel heel weinig hoor. Zeker in embellishment clustertjes of ook met dit soort dingen is het eigenlijk heel leuk om, foam pads te gebruiken. Gewoon om wat dimensie te geven. Maar ik weet niet of jullie dat herkennen, maar soms heb je gewoon dingen die vind je wel heel leuk. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met vellum. Ik heb heel veel vellum liggen. En dat vind ik echt super om te zien bij anderen in layouts. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook. Moet ik ook gaan gebruiken. En vervolgens dan denk ik daar niet aan. Waardoor je eigenlijk in mijn spreads nauwelijks vellum terugziet. Misschien volgende week. Nou heb ik het weer in mijn hoofd even. Maar ook met foam pads en zo nog een aantal dingen. Dan moet je daar wel aan denken natuurlijk. Je hebt toch snel dezelfde. Zeker als je een beetje een snel proces wil hebben. Dan heb je toch snel dezelfde dingen waar je naar grijpt. Dat is soms wel jammer. Hier besluit ik ook even wat af te wisselen. Want ik doe altijd met die enamel dots. Maar ook die plakparels die ik nou eigenlijk heb. Dan plak ik ze in drieën. En dan zo een beetje verspreid om het woord heen. Maar ik dacht nou van even een keer iets anders. Gewoon zo is drieën een hoekje bij elkaar. En dat is ook, ziet er ook leuk uit. Een beetje afwisselen af en toe. Vind ik wel leuk. Deze journaling heb ik al toegevoegd op mijn telefoon met de app, met de Ronna-app. En daar trek ik nog even een zwart lijntje omheen, dan springt het er iets meer uit. Maar voor de rest is die foto dan meteen klaar eigenlijk. Dus dat is natuurlijk helemaal makkelijk. Ja, ik heb nog een paar van die roze rondjes liggen van die vorige spread dus met roze en geel. En ik wil natuurlijk niet hetzelfde gaan doen als daar. Alleen bij dit lepeltje vind ik toch dat er iets achter moet. En ik zie die rondjes daar liggen. Dus dan denk ik toch van nou, dan pak ik die er maar even snel bij. Maar dat had natuurlijk ook een lepeltje of wat dan ook kunnen zijn. Dat ziet er ook altijd wel leuk uit, vind ik zo. Drie van die cirkels erachter. Of één kan ook, maar ik ben wel heel erg geneigd om in drieën te embellishen. Want dat heb ik zo wel geleerd dat dat aantrekkelijk is voor het oog, zeg maar. Voor het menselijk oog.
Hier maak ik even een labeltje. Dan doe ik even dit papiertje. Dat probeer ik altijd wel, als ik dan zie van nou ik ben bijna klaar, dan kijk ik of dat ik er nog een 4x6 of in ieder geval een 3x4 kaartje uit kan halen, wat ik kan bewaren. Want dan, ja, dan heb je in ieder geval nog een 4x6 formaat. In plaats van dat je dat allemaal opponst. Als het niet nodig is, dan bewaar ik het liever. Maar dan maak ik mijn eigen labeltje, zeg maar. Of hoe noem je dat? 2-point flag. Zo heet de pons in ieder geval, die grotere. Die plak ik een beetje schuin op zo. En dan vind ik het eigenlijk wel snel. Ik plak er nog wel een stukje washi overheen dadelijk. Van die gele dunne washi. En dan vind ik hem eigenlijk prima, volgens mij. Zo heb je ook makkelijk net iets meer toegevoegd dan alleen een tekstlabeltje. Maar je kunt natuurlijk ook rechterop plakken, dat is ook leuk. Gewoon een tekstlabeltje maar op zo'n zelfgemaakte tag, noem ik het maar even. En dan gewoon recht plakken. Maar zo schuin kan ook leuk effect geven. Ja, hier heb ik die tag, dat is echt een tag. Die andere niet volgens mij. Die heb ik ook al heel lang. Die heb ik in verschillende kleuren ook. Of verschillende designs, zeg maar. En ik weet eerlijk gezegd echt niet meer waar ik ze vandaan heb. Maar die zit al heel lang in mijn stash. Want die, ja, die zijn eigenlijk gewoon een beetje te groot. Want ik, ja, als je gewoon kant en klaar... Ze zijn eigenlijk bijna net zo groot als een 3x4 pocket. Dus dan, ja, dan zit het meteen vol. En als je gewoon kant en klare kaartjes gebruikt, heb je dat dus eigenlijk niet meer nodig. Maar hier vond ik het wel leuk omdat dat gele heel mooi stond. En dat kaartje eronder is roze, wat ik juist dus iets minder wilde terug laten komen. Dus hier kon die wel goed. Was het wel even passen en meten van hoe ga ik hem dan daar positioneren. Uiteindelijk plak ik hem gewoon zo schuin. En knip ik de overige delen eraf. En dat geeft eigenlijk wel een leuk effect, moet ik zeggen. En er staat Made with Love en dat is natuurlijk heel toepasselijk ook, want mijn man en dochter hebben samen worstenbroodjes gemaakt. Dus daar past het heel mooi bij, vond ik. En dat vind ik altijd wel belangrijk, dat mijn teksten ook passen bij, ja, bij mijn foto's, bij het verhaal. Volgens mij heb ik nou alleen deze nog en dan ben ik volgens mij al klaar. Dus die rechterkant die ging behoorlijk snel, vond ik zelf. Volgens mij is dit ook wel een van mijn kortere video's. Even een nietje erin. Denk ik ook niet altijd aan. Heb ik deze spread wel wat meer aan gedacht. Vind ik ook altijd leuk, nietjes toevoegen. Is ook net een extra detail. En die Tiny Attacher van Tim Holtz is dan wel een aanrader. Of van We Are Memory Keepers hebben ze ook. En dan met verschillende kleuren nietjes. Die is ook wel leuk. Dan kun je nog de kleur kiezen. Nou, daar rechtsboven schrijf ik nog even bij stemmen. Want dat was nog niet helemaal duidelijk, vond ik. En dan is het klaar. Nog even wat, close-ups. Dus dan op naar de volgende week. Bedankt voor het kijken en ik vind het leuk dat jullie me volgen. En als je het leuk vindt, dan hoor ik het heel graag van jullie. Tot de volgende keer. Doei!